We hebben een onderzoeks- en adviesbureau op het vlak van neuromarketing. Dat betekent dat we inzichten en technieken uit de neurowetenschap toepassen op marketing- en communicatievraagstukken voornamelijk. Als mensen beslissingen nemen, dan blijkt dat wij last hebben, beïnvloed worden door cognitieve biases. Dat betekent dat ons programma, onze hersenen op een soort voorgeprogrammeerde manier informatie verwerken, waardoor er soort allerlei denkfoutjes in onze beslissingen sluipen. Van die denkfoutjes zijn we ons helemaal niet bewust. Als je dat gaat kijken binnen organisaties, dan blijkt er dus een hele bak ruis te ontstaan in de manier waarop mensen beslissingen nemen. Op commerciële basis doen we dit het meest toepassen op marketing- en communicatievraagstukken. Maar er is een nieuwe beweging aan het ontstaan dat het niet alleen voor marketeers belangrijk is om te weten hoe je brein werkt, maar eigenlijk voor iedereen in de organisatie belangrijk is om te weten hoe je brein werkt. Dus je kunt je soort voorstellen dat de manier waarop een brein data selecteert om keuzes te maken, daar gaat een heleboel in mis. Dus we nemen soms verkeerde beslissingen zonder dat we ons bewust ervan zijn. Dat betekent dat we ook soms in een soort patroontje vast komen te zitten in de manier waarop wij informatie uit de omgeving benaderen. Dus ik ga het publiek even vastpakken en goed wakker schudden en laten zien van, dat het allemaal net even wat anders werkt dan iedereen eigenlijk denkt.